Goedemiddag, dames en heren, kijkers. Welkom in ons eerste VVE-café. We sluiten ons jaar af met dit café. Een grote podcast opgenomen in de studio in Den Bosch. Het is 9 minuten over 2 inmiddels. Iemand zei je net aan tafel, lokale tijd. We zijn iets te laat, maar het is ook allemaal nieuw, ook voor ons. Dus ik hoop dat u ons die kleine vertraging vergeeft. We gaan vanmiddag in een café-setting. Gezellig. Ik weet niet, u zult dadelijk wel allerlei sfeerbeelden van deze setting voorbij zien komen. Gaan wij onderwerpen met u behandelen die, wat ons betreft, actueel zijn in het beheren en het besturen van verenigingen van eigenaren. We sluiten daarmee 2021 af. We hadden dat natuurlijk graag gedaan in fysieke bijeenkomsten. Maar ik ga het coronawoord 1 keer gebruiken. Dat doe ik nu en daarna niet meer. We moeten helaas uitwijken naar een digitale variant. En ik denk dat we een hele leuke manier gevonden hebben om dat te doen. Ik hoop dat het gezellig wordt, informatief wordt. Verdiepend hier en daar, prikkelend, mag ook. We hebben ook gasten uit verschillende disciplines. En misschien ook met verschillende kijken op onderwerpen. En dat u eigenlijk enthousiast wordt of blijft over het besturen van uw VVE. U kunt reageren. Dat is belangrijk. Er is een chatfunctie. Die zult u eens in beeld zien als u daar vragen typt. Wij hebben namelijk een barman en een, tegelijkertijd een moderator. Hij is ook nog quizmaster. Hij is ook multifunctioneel. En ik weet niet of u hem in beeld ziet, dat is onze Sven. En Sven die zorgt dat de vragen die u stelt bij ons hier aan tafel komen en dat wij op uw vragen kunnen ingaan, als het er niet te veel zijn natuurlijk. Ik doe het vanmiddag met heel veel gasten, maar dat niet alleen. Ik heb ook een co-presentator. Dankjewel, Kees. John. John Liewes van VVE Belang. Ik hoop een bekend gezicht, John. Ik verwacht eerlijk gezegd. Deze week toch een paar keer op de buis geweest. Dus, en na vandaag legendarisch waarschijnlijk. Legendarisch. Dus laten we maar snel van start gaan. We hebben 4 onderwerpen, grote onderwerpen. Het eerste onderwerp op onze agenda is laadpalen, laadinfrastructuur, elektrische auto's in parkeergarages. En het is misschien goed om tegen u te vertellen dat de onderwerpen die we vandaag bespreken staan allemaal in een overkoepelend thema. En dat heet minder ingewikkeld. Laten we het vooral minder ingewikkeld maken. Dus dat is wat we ook graag willen als we een onderwerp afsluiten. Dat we met elkaar kunnen concluderen dat dat kan. Of misschien niet. Dat zullen we zien, maar het is zo met heel veel deskundigen aan tafel om het minder ingewikkeld te maken. Dat, dat vind ik al een uitdaging. Dat zou moeten lukken. Ik stel maar voor dat we met het onderwerp van de laadpalen beginnen. En misschien is het dan goed om maar eens een vraag aan u te stellen als eerst. Want u kunt vragen aan ons stellen, maar wij ook aan u. En het begint met een vraag. Als we het dan toch over laadpalen hebben, is het natuurlijk wel belangrijk om te weten. De overheid heeft bepaalde plannen om ons in elektrische auto's te krijgen, om het zo maar eens te zeggen. En dat betekent dus elektrische auto's in de VVE. Maar heeft u inmiddels een elektrische auto of bent u van plan binnen afzienbare tijd, 2-3 jaar zal ik maar zeggen, elektrisch te gaan rijden? Dan krijgen we een beetje een kader waarin dit onderwerp staat. Dus die vraag die komt bij u in beeld. En zodra die in beeld is, zou ik u willen vragen daar antwoord op te geven. Dan kunnen we dat antwoord meenemen aan het begin van ons gesprek. Ja, rijdt u elektrisch of gaat u in de komende jaren elektrisch rijden is dan de vraag. Het is dan de vraag. Nou, het duurt altijd even. We zitten namelijk ver weg in Den Bosch. En dan hebben we even tijd nodig voor de vraag in beeld is, John. Daar is hij volgens mij. Althans, ik zie hem. Kan het? Ik zie 27% en 73% voor nee. Dus kwart zegt ik ga elektrisch rijden, nu of in de komende jaren. En driekwart, nee. We beginnen niet aan elektrisch. Ik ben nog een beetje aan het invullen zo te zien. Hij verschuift nog ietsjes inderdaad, maar zo'n 26,5% die ja zegt ten opzichte van zo'n 73,5% die nee aangeeft. Dus mensen geloven niet in elektrisch rijden, denk ik. Dat is dan mijn conclusie. Nou, of ze erin geloven, dat weet ik niet. De kijkers geloven niet in elektrisch rijden. Ja. Wat direct opvalt is dat dat behoorlijk afwijkt van het landelijk gemiddelde. Oké. U zult zich afvragen, wie is die meneer, Henk? Kun je even zeggen waarom dat je dat weet? Zeg maar. Nee, omdat ik de vraag gesteld heb. Ja. En ik hou me al 13 jaar bezig met het thema elektrisch rijden en alles wat daarbij hoort. Hè, dus ook het veilig laden daarvan.
13 jaar geleden aan de basis gestaan van een consultancybureau wat haar geld verdient met kennis over elektrisch rijden in de breedste zin des woords. Oké. Denk jij dan, is het typisch iets voor VVE's? Is dat dan? Jij zegt gemiddeld is het anders? Nou, gemiddeld ligt het gewoon anders. Maar ik denk, maar dat mogen jullie direct ontkrachten, dat in de gemiddelde VVE-besturen wat oudere mensen zitten. Eerst omdat natuurlijk de ouderen onder ons wat makkelijker tot aanschaf van onroerend goed over kunnen gaan. Ja. En ten tweede omdat de jeugd ook vaak nog flexibel is in de zin van veranderen nog wel eens van woonsituatie. Ik zie Frans knikken als beheerder. Frans, zeg jij ook even wie je bent? Ik ben van een VV Oranjehof in Alkmaar. Wij zijn jaren geleden hebben ook een plan gemaakt voor elektrisch rijden, voor onze VVE. En het was een mooi plan, vond ik zelf, maar het heeft het toch niet gehaald. En in eerste instantie waren dat drie belangrijke thema's. Brand, men was bang voor brand. Het zal mijn tijd wel duren. Ik woon in een VVE met toch over het algemeen wat oudere mensen. Het zal mijn tijd wel duren als ik stop met rijden. Als ik er aan toe ben, jaren 2030, dan doe ik mijn auto weg en stop ik ermee. Auto meer, ja. En het derde wat ik toen ook hoorde, was jullie maken de verkeerde keuze, want het wordt waterstof. Nou moet ik eerlijk zeggen dat dat laatste argument gelukkig een beetje verdwenen is. Hè? Nu is het alleen nog maar brand en het zal mijn tijd wel duren. Ja. Overigens, waar ik moet nog overigens bij zeggen dat het me opvalt bij ons dat mensen nu een hybride auto kopen zonder stekker, omdat ze zeggen, ach, bij ons komt er toch nooit een laadsysteem in de parkeergarage. Nou ja, laten we die koe dan maar gelijk eens even bij de horens pakken. Hè. Dus we hebben een beetje het kader van de cijfers. Ze wijken af van het landelijk gemiddelde, begrijp ik van Henk. Daar zijn dus denk ik ook wel goede redenen voor. De overheid is anderszins wel heel voortvarend. Want die hebben een wet in voorbereiding. Die heet de notificatieplicht elektrisch laadpunten in parkeergarages. Iets in die orde. Wij noemen hem kort de notificatieplicht. Wat zoveel wil zeggen als dat je geen toestemming meer nodig hebt van de vergadering. En dat je dus als eigenaar die een laadpaal wil plaatsen, dat door middel van een melding, een notificatie, met allerlei voorwaarden eromheen, kan regelen. Laten we die maar eens in de groep gooien. Wat vinden we daarvan? Ja, ik vind daar wel wat van. Ja. En wie ben jij? Ik ben René Brinkhuis, ik ben bestuurslid van Vastgoedmanagement Nederland. Daarnaast ook zelf beheerder in het vak. En wij worden natuurlijk eigenlijk dagelijks, ik zou bijna zeggen, overspoeld met verzoeken. Hoe gaan we nu verder? Want we willen elektrisch gaan rijden, we willen in de VVE kunnen laden. De overheid heeft een internetconsultatie gedaan voor de notificatieplicht, om het maar even zo te noemen. Kort samengevat, het is een eigenaar straks vrij om een verzoek in te dienen. Ik wil een laadpaal. En dan komt het. Dan is voor nu nog onduidelijk wat er daarna gebeurt. Want het wetsvoorstel is wel gedaan. Maar de inhoud die erbij hoort, de ANVB, die is er niet op inhoud. Dus zonder te weten hoe straks die notificatieplicht gaat werken, om dan nu al in te stemmen met de notificatieverplichting zelf, denk ik van, dat is wel een uitdaging. Maar het idee van notificeren, dus geen toestemming meer hebben van de vergadering, wat vind je daarvan? Wij onthouden ons daar als Vastgoedmanagement Nederland daar een beetje, omdat we de ins en de outs nog niet kennen. Ik heb een ontzettende hekel aan op voorhand iemand te geloven, terwijl ik de inhoud nog niet weet. En als ik de vraag zou krijgen van, god, ben je voorstander van een regeling? Dan zeg ik ja, direct doen, want elektrisch rijden op een andere bron, dat weet ik niet, maar voor nu even elektrisch. Ja, dat is natuurlijk iets wat het best wel aan gaat komen. Dus je zou gek zijn als je als VVE je ogen daarvoor sluit. Maar dan wel op een goede manier, aan de hand van een goede set regels, voorwaarden en vooral veiligheidsvoorwaarden. René, zeg je dan nu tegen VVE's, wacht even totdat de wetgeving duidelijk is? Stellen ze het uit? Of er zijn natuurlijk mensen die heel graag nu elektrisch willen rijden. Ja, ik rij zelf ook elektrisch. Ik denk van, dan wil ik gewoon nu mijn laadpaal neerzetten. Ja, ik snap die vraag wel. Ik snap de urgency ook. Zeker als jij elektrisch wilt laden en dan van je VVE te horen krijgt, ga maar buiten staan, want daar staat een laadpaal van de gemeente of van iemand anders. Ja. Ik begrijp dat standpunt wel. Aan de andere kant, als de overheid zo duidelijk is in, wij gaan iets regelen onder dwang van Brussel en allerlei andere clubs, dan zou ik toch heel even wachten tot het ook echt geregeld is en je weet waar je aan toe bent. Ja, en ook voordat je dan zegt of je
bijvoorbeeld voor die enorme breuk met de besluitvormingsregels kunt zijn. Hè? Want, ja. Ja, dan kijk ik even naar mijn buurman. Hè. Hij vertelt nou, een plan. En nou, dan denk ik dat is hartstikke fijn. Dat is super dat er zo goed en grondig over nagedacht wordt. Maar je kunt nog niet alles overzien. Hè. Het veiligheidsaspect, we zullen er misschien nu of later nog wel over te spreken komen. Ja, dat is er ook wel een waarvan ik denk van ja, hoe dan? Ik wil er wel iets over zeggen. Ja, graag. Ik ben wel voorstander van de notificatieplicht, maar ik hoop dat er bij ons geen gebruik van gemaakt zal worden. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik zie het vooral als een stok achter de deur. Hè. Liever dat de VVE het doet dan... Nou, ik ben voorstander van een, om verschillende redenen, van een centraal systeem. Dus ik hoop dat dit een stok achter de deur is, in de zin dat VVE's nu verplicht worden om na te denken over wat wil ik nou? Laat ik iedereen zijn gang gaan, zo van... Als jullie zo nodig elektrisch willen rijden, dan ga je gang. Dan betaal je alles zelf maar, regel het zelf maar. Of gaan we toch voor een centraal systeem, om diverse redenen. Maar kijk, ik ben dus nogmaals voorstander van het centraal systeem. Maar waar ik een beetje bang voor ben, dat als we nu straks iedereen zijn gang laten gaan. En over een aantal jaren zeggen van, misschien moeten we toch kiezen voor een centraal systeem, dan heb je voor het centrale systeem nog steeds 2/3 meerderheid nodig. Je hebt altijd mensen tegen, die zijn er altijd, maar degene die inmiddels al wat geregeld hebben, die zijn vervolgens ook tegen. Dus ik ben bang dat er dan dus... Dan krijg je het eigenlijk niet meer voor elkaar. Dan krijg je het bijna niet meer voor elkaar. Dat is ook mijn angst een beetje. Hè? Overigens zullen wij in de voorlichting, hè, zullen wij zeker, dat deden we eigenlijk al, zelfs toen we nog niet van de regeling wisten, hebben we eigenlijk al gezegd, VVE, zorg dat je in de regie blijft. Zorg dat je je regierol niet uit handen geeft, want het zijn veel gemeenschappelijke delen, het is een gemeenschappelijke meter. Zorg dat je weet wat dat zullen we denk ik wel blijven zeggen, los van wat er in die maar het regeling... Hoe dan? Ja. Hoe raak je de regie niet kwijt? Dat moet in de ANVB. Dat moet in de ANVB. Maar misschien en dat weten we niet. Nee, misschien is het ook waar. Want ik zie Henk en ik zie Danny. Danny hebben we nog niet gehoord. Mij viel één ding op. Jij zegt in jouw dagelijkse praktijk als beheerder... worden wij toch heel regelmatig geconfronteerd met die vraag. Het is een hot topic in vergadering. Dat lijkt... Alle emotie die daarbij hoort. Ja, maar dat lijkt dus helemaal niet in overeenstemming met de uitkomst van... de vraag aan het begin van deze discussie. Hè? Ja, maar dat snap ik wel, Kees. Jij weet ook dat op het moment dat je een uitvraag doet in deze setting... Hè, als dat een representatieve steekproef moet zijn... dan moet je weten aan wie vraag je uit, wat voor mensen. Ja, natuurlijk. Dus maar het is een goede indicatie. En het geeft wat mij betreft de uitslag nu ook wel aan... hoe de emoties over dit onderwerp in ledenvergaderingen van links naar rechts gaan. Ja. Ik zit regelmatig dat soort vergaderingen ook bij. En wat je dan ziet, er zijn nu nog een handjevol aan elektrisch rijders... En veel weerstand binnen de VVE, omdat ze niet weten hoe ze ermee om moeten gaan met het hele elektrisch laden en met name brandveiligheid. Wat wel mooi is, wij starten om die reden eigenlijk altijd als we bij een VVE komen. Ik ben trouwens Danny Gorter. Ik adviseer VVE's bij het vinden van de juiste manier van de laadoplossing. Ik ga helemaal mee trouwens in het verhaal van hou die regie. Maar wij starten eigenlijk altijd met een onderzoek onder de bewoners van de VVE... om inzichtelijk te maken van, goh, hoe kijken zij hier nu tegenaan? En wat ik merk is dat het bestuur ook af en toe gewoon verrast is... dat de uitslagen gewoon anders zijn dan wat zij hadden verwacht. En in welke zin dan? Kun je dat mee? Wij komen af en toe tegen dat er urgentie ontstaat bij het bestuur bijvoorbeeld... omdat één iemand zegt van, goh, ik wil elektrisch rijden. Nou, als die urgentie om die reden ontstaat, dan denken ze, goh, er is één iemand. Zelf hebben ze daar nog geen behoefte aan. En dan starten wij met die enquête en dan zie je dat er echt daadwerkelijk erg veel behoefte is... en ook echt wel draagvlak is om dat mogelijk te gaan maken. Oké, dat is natuurlijk wel interessant om te horen. Ik weet natuurlijk ook... ik zie al die gekleurde lampen hier hangen. En ik heb ooit eens in een studio gezeten bij Kassa. Daar hingen van diezelfde lampen. Ging ook over laadpalen trouwens. Over elektrische laden in de parkeergarage. Henk, zo kennen wij elkaar. Wij kennen elkaar naar aanleiding van de uitzending van Kassa. De eerste uitzending van Kassa. Kees mocht wel in beeld, ik niet. Ja. Ik snap wel waarom, hoor. Want als ik aan het scherm zit, kijk, schaam ik me kapot, maar... Ach ja. Henk? Ik kijk niet naar het scherm. Je moet gewoon niet naar het scherm kijken. Zullen we dat afspreken? We noemen het geen censuur. Zo gaan we het niet noemen.
Nee, maar we moeten natuurlijk toch ook even de vraag... Ik weet zeker dat bij mensen thuis speelt. Hoe gevaarlijk het nou eigenlijk is. Hè? Dat zal bij jullie op de desk zijn. Frans heeft die vraag ongetwijfeld gekregen. In die vergaderingen speelt het. Nou, mijn eerste contact met Henk is naar aanleiding van de explosieve uitzending van Kassa, zullen we het maar even noemen. Hoe gevaarlijk is het nou eigenlijk? Nou, voordat ik die vraag beantwoord, wil ik eerst jouw eerdere vraag nog even beantwoorden die de andere beantwoordt. Ben je nou voor of tegen die notificatie? Ja, zeker. Ik ben daar valikant tegen, want ik denk dat de tegenstellingen daardoor alleen maar groeien. Ja. En in die zin is het vanuit mijn visie. Hè. Ik ben 100 pro elektrisch rijden, laat dat duidelijk zijn. Hè. Dat hoef ik ook niet. Maar ben ik er tegen? Want die tegenstelling helpt niet. Hè. Ik zou veel liever zien dat de overheid veel meer werk maakt van waarom zitten we in die energietransitie? En waarom wordt het straks heel erg interessant. Vertel waarom. Om een hele berg van auto's met batterijen in die parkeergarage te hebben staan. Want dan kan je namelijk geld besparen op je energiekosten. Hè. En dan is natuurlijk degene die dan geïnvesteerd heeft en geld... ziet vloeien in de portemonnee van een ander, die gaat daar natuurlijk ook wat van vinden. Dus volgens mij moet je inderdaad regie houden. Moet je zorgen dat je veel meer voorlichting geeft en veel duidelijker maakt waarom elektrisch rijden zo'n belangrijk onderdeel is van de energietransitie in zijn geheel. Dan even terugkomen op jouw hoe gevaarlijk is het dan? En is het dan zo gevaarlijk? Ik begin maar met een citaat waar ik net nog even op gewezen ben toen we een broodje aten. De brandweercommandant van Bremen die heeft een keer gezegd... en die man is niet alleen brandweercommandant van Bremen... een stad zo groot als Rotterdam voor degenen die Bremen niet kennen. Die man is ook natuurkundige en elektrotechnicus. Dus die snapt een beetje hoe dat allemaal in elkaar zit. En die zegt van als wij nu allemaal elektrisch zouden rijden... en er zouden auto's worden geïntroduceerd met een verbrandingsmotor... met een tank onder de achterbank... die elke keer gevuld moet worden met een heel brandbare vloeistof. En je staat leken, lezen wij als bestuurders van dat soort voertuigen toe... om dat zelf zonder toezicht te mogen doen bij een tankstation langs de autobaan... dan zouden we onszelf allemaal voor gek verklaren dat we dat accepteren. Nou, wat wil die daar nou eigenlijk mee zeggen? Dat het sowieso niet gevaarlijker is dan een brandstofauto. Maar meer misschien nog wel dat... de verandering die ten grondslag ligt aan die hele energietransitie... en dus ook aan het elektrisch rijden... dat roept de meeste weerstand op bij alle mensen. En dat is een vraagje stellen, want we hebben ook nog iemand aan de desk... en ik zie Pascal met zijn brandweerpet denken. Ja. Nee, klopt. Ik heb er een beetje dezelfde gedachtegang over. Ik zal mezelf ook even voorstellen. Ik ben Pascal Schuttervaar. Ik ben... ik ben van het adviescentrum Brandveilig Wonen. Wij helpen VVE's om inzichtelijk te maken van nou, hoe brandgevaarlijk of hoe brandveilig is uw gebouw nou. En daarnaast ben ik ook nog werkzaam als brandweer, gewoon brandweerman in de repressieve dienst. Dus ja, ik sta in die zin een beetje aan beide kanten. En ja, ik vraag me heel erg af waar die angst nou zo vandaan komt. Hè? Want als ik sta bij een brand, of het nou een elektrisch voertuig is... of inderdaad een brandstofgedreven voertuig... ik maak me daar niet zo druk om welke van beide ik moet blussen. Hè, uiteindelijk denk ik dat er dagelijks veel meer brandstof aangedreven voertuigen... elke dag vliegen auto's in de brand. Maar het komt eigenlijk alleen in het nieuws wanneer het een elektrisch voertuig betreft. Ja. En het is gewoon lastig op het moment dat zo'n elektrisch voertuig... in een parkeergarage zou staan dat we niet precies weten hoe we die auto helemaal uitkrijgen. Maar 9 van de 10 keer als het gewoon een brand is in de auto, dus niet in de battery pack, dan is het gewoon een kwestie van blussen en het is klaar. Ja, Eén simpele tegenvraag heb ik dan nog wel. Hè? Als er nou een brand is, een autobrand in een gesloten parkeergarage. Dat is heel complex. En er zijn geen personen in die parkeergarage volgens de informatie die jij hebt als brandweerman. Ja. En jij bent brandweercommandant. Stuur je mensen dan naar binnen om te blussen of niet? Je maakt altijd een inschatting van wat kan ik nog uitrichten. Hè? De filosofie van de brandweer is altijd het redden van levens en daarna het voorkomen van schade.
je ziet wel een verschuiving plaatsvinden bij in ieder geval bij de brandweer Nederland. Waar we voorheen overal maar naar binnen stiefelden, een brandje blusten, of het nou een parkeergarage of een bedrijfspand. Zijn we daar wel een beetje over op teruggekomen. Ja. We lopen toch wel risico's en aanvaarden we ook bepaalde schades. Ja. Er wordt tegenwoordig gebouwd met de filosofie afbrandscenario. Ja. Ja, ja. Nou, je raakt wel een heel interessant punt hè, nu, want er zijn twee dingen. Jouw vergelijking, althans jouw citaat uit Bremen, die snap ik wel, maar toch ook niet. Want je vergeet één ding. De temperatuur die ontstaat bij een brand, als die vanuit de accu komt met het hele verhaal eromheen, en dat kan misschien de heer van de brandweer bevestigen, is hoger dan de temperatuur van een benzine of, laten we zeggen, fossiele brandstof aangedreven auto. Dat is één. Nou hoeft dat op zich nog niet schokkend te zijn, maar waar ik me wel zorgen om maak, is wat betekent dat dan voor het gebouw? En denk, dat is precies wat aandacht moet zijn. Pascal, die heeft eerst reageren en dan gaan we naar... Ik ben het namelijk helemaal eens met deels eens met die vraag. Als het een vraag is, vind ik hem goed. Ja, maar de stelling klopt niet helemaal volgens nee, mij. Nee, nou, dat bedoel ik. En dan kan Henk dat zo meteen zeggen. Maar daar zitten we hier. Zo is dat. We beginnen bij Pascal, dan gaan we heen. Dat is het mooie van een café. Goed, dan gaan we het rondjes af. Bij Pascal. Nee, volgens mij maakt het namelijk qua kilowatts niet zoveel uit... Temperatuur maakt niet zoveel uit. Nee. En als ik dat zeg, dan zeg ik dat omdat ik daar onderzoeken van beschikbaar heb. Ik kan je ze graag doen. Ja, graag. Temperatuur maakt niet zoveel uit. Energieinhoud, aantal kilowatts wat vrijkomt door hitte, is juist beduidend lager. En stiekem weten we dat allemaal. Hè? Alleen beseffen we het niet, maar we weten het wel. Want hoe ver kan ik rijden met een elektrische auto? Iemand? Nou, kilometer 300. Hoeveel kan ik rijden met een diesel? 900. Waarom zou ik meer energie nodig hebben met een diesel om dezelfde afstand te overbruggen? Er zit gewoon minder energie in een elektrische auto. En het blijft een natuurkundewet. Ik kan niet meer energie doen vrijkomen bij brand als dat ik er van tevoren instop. Dus in een elektrische auto zit minder energie, dus komt er minder energie vrij. Ja, maar dan gaat het nog even over de tijdspannen. Ja. Hè, want je moet dan wel goed kijken van... Oké, in welke tijdspanne komt die energie dan vrij? En als die tijdspanne bij die elektrische auto maar 10 minuten is... en bij die brandstofauto 2,5 uur, om maar even twee uitersten te noemen... Hè, dan zou je nog kunnen zeggen, dan loopt de temperatuur in korte tijd te hoog op. Alleen praktijkonderzoek heeft aangewezen dat dat ook niet het geval is. Het brandverloop is vrijwel hetzelfde als je uitgaat van een uitbrandscenario. Ga je een elektrische auto blussen, blijft de energie achter, die ze weer zelf kan ontbranden. Zal ik even één ding even hier uit de discussie halen? Op het moment dat de brandweer komt, bij brand in een woongebouw, een parkeergarage onder een woongebouw, zullen ze alles in werking stellen om die brand te blussen. Omdat je heel veel nevenschade kan krijgen. Ja. Je wil niet dat de constructie wordt aangetast. Je wil niet dat, dat woningen mee gaan spelen in het verhaal. Uiteindelijk verwacht je dat een parkeergarage wordt gebouwd met een bepaalde weerstand tegen brand. Dat is meestal 60 minuten. Ook in 1972 gebouwd? Nee, daar zit juist wel het risico. Maar we hebben nog steeds wel de opkomstverplichting van de brandweer, dat die binnen 8 minuten moet zijn na alarmering. Ja. En ik denk dat daar namelijk de oplossing ligt. Hè, als wij eerder weten dat er een auto in de brand staat, of gaat ontbranden, en dus eerder de hulpdiensten kunnen verwittigen, dan zal de brandweer er veel eerder zijn. En ja, dan is er ook geen sprake van een enorme uitbreiding van die brand. Ja. En dan kan de constructie niet eens aangetast worden. Ja. Nou, dat is een beetje een conclusie die je zou kunnen stellen aan het eind van deze discussie, volgens mij. Want die vind ik wel heel belangrijk. Die houden we wel even vast dan. Die houden we even vast. Ja. Maar ik vind die andere, ik ben René zei, vind ik veel interessanter. Hè? Een parkeergarage van 1972. Ja, oké. Die houden we dan ook een mini van 1972 naast de mini van 2022 gezet. Ja, toevallig wel. Ja, plaatje gezien op internet. Ja. Wat zeggen de kijkers? Zijn die, is de brandveiligheid bij iedereen waar het om gaat, als het gaat over laden? Ik merk dat er nog wel inderdaad ook hier eigenlijk een soort kleine discussie gaande is inderdaad van, ja, wat is nou eigenlijk gevaarlijker dan het andere? Daar blijkt toch een beetje de hoofdmoot te zitten. Er wordt ook weer, we hebben hem deze week al meerdere keren voorbij zien komen, ook weer de verwarring over de brand in Oosterhout bijvoorbeeld.
Of dat nou wel of geen elektrische auto is geweest. En hoe dat zo heeft kunnen uitbreiden. Ja. Oké, Frans, maar jij wilde heel graag iets zeggen. Ik heb gisteravond nog even een zin uit een rapport gelezen van CE Delft. Die heeft vorig jaar uitvoerig onderzoek gedaan. 128 publicaties bestudeerd, 25 deskundigen gesproken. Alles op een rijtje gezet. Dat is een hele belangrijke zin, vond ik. Het komt erop neer, althans de conclusie daarvan voor mij was, we moeten de discussie over de brandveiligheid moeten we loskoppelen van de elektrische auto. Want, zeggen zij hier, brandveiligheid in parkeergarages is in de afgelopen decennia afgenomen. Dit is een ontwikkeling die losstaat van de introductie van elektrische auto's. Er zijn geen aanwijzingen uit de praktijk of uit beschikbare studies en publicaties dat elektrische auto's een vergroot risico op brand veroorzaken in de parkeergarages. Wat hier dus staat is eigenlijk, het is al jaren gaande dat de brandveiligheid in parkeergarages met een rookbeheersingssysteem, en dan praat ik dus over parkeergarages groter dan 1000 meter, afgenomen is. En dat heeft alles te maken met het feit dat er veel meer kunststoffen in auto's zitten. Ja. En dat zijn elektrische auto's, dat zijn gewone auto's, waardoor er veel meer, de brand is heftiger, komt ook veel meer rook bij vrij. En daar is het systeem niet op berekend. Ja. En ik denk dat je daar veel meer dus naar de brandveiligheid van parkeergarages in de algemeenheid moet kijken. Gewoon de integrale brandveiligheid. Dan aldoor maar praten en dat koppelen aan de elektrische auto's. Want bij ons in de VVE krijg je dan ook een vraag van, kijk eens na of we die elektrische auto's niet uit de parkeergarages kunnen weren. Ja. Ja, dat suggereert dat als we die elektrische auto's maar weghouden, dat er dan niets aan de hand is. Ja, ja. Nou, het blijkt wel degelijk dat er toch wel iets aan de hand is met die brandveiligheid. En dat we daar misschien ook wat aan moeten doen. En ik moet eerlijk zeggen, er is ook wat aan te doen. Want ik zie bij ons dat er toch nog wel wat zaken zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Ja. Ik wil er wel op ingaan straks, maar kan ook later, hoor. Ja, moet ook inderdaad kijken naar de tijd. En moeten we even een rondje maken. Ik wil ook nog even van Danny weten. Want jij hebt contact met VVE's. Ja. Juist omdat je expert bent, hè, VVE Laadloket. Komt dit thema brandveiligheid meteen bovendrijven? Komt heel vaak bovendrijven. Ik denk dat in 5% van de gevallen halen wij er een brandveiligheidsexpert bij om een algehele discussie, want dan twijfelen wij aan de brandveiligheid van de garage als geheel, hè, ook voor de conventionele auto's. 5% van de gevallen, 95% van de gevallen is het geen onderwerp als je maar heel duidelijk uitlegt wat er allemaal aan informatie beschikbaar is. Behalve als het bestuur eigenlijk het niet echt wil. En dat gebeurt soms. En dan is een heel onderzoek gedaan. Dan is er bijvoorbeeld de urgentie ontstaan omdat er een aantal mensen een laadpunt willen. Maar op een gegeven moment dan komt het dan toch naar voren. Goh, we willen een brandveiligheidsonderzoek gaan uitvoeren. En die wordt dan ingestoken, precies zoals u zegt, op het gebied van elektrisch rijden. En dan gaat het niet over het geheel, maar alleen elektrisch rijden. En dan is bijna altijd het advies, installeren sprinklerinstallatie, want die brandveiligheidsexpert die denkt ook van ik weet het ook niet precies. Dat gaat misschien een beetje kort door de bocht, maar er is nog heel veel onduidelijk. Laat ik dit adviseren. En dan wordt het gepinpoint op elektrisch rijden en dan wordt inderdaad die conclusie getrokken. Terwijl ook in dat geval, ik ga er helemaal in mee, je moet eigenlijk dan gaan kijken naar de algemene brandveiligheidsadvies voor alles. Oké. Okay. Peter, ik zie dat jij ook wil reageren. Ja, er wordt vaak gesproken dan nu over van hoe gevaarlijk is het nou dat zo'n auto eerder in brand vliegt als een normale andere, of een andere met fossiele brandstoffen. Maar waar ik telkens tegenaan loop als VVE-beheerder is dat wij de opmerking krijgen van de brandweer onder andere dat die auto's eigenlijk bijna niet te blussen zijn. En dat het probleem is en ze willen de auto's zo snel mogelijk eruit trekken. Dat kan niet als het met vaste plaatsen zit, met mensen met eigen plaatsen hebben in de garages. Dus je kunt zo'n oplaadpunt dan niet bijvoorbeeld vooraan in de garage aan gaan brengen. Maar de brandweer geeft telkens bij ons aan, we krijgen ze niet geblust. Dus het gevaar voor uitbreiding van die brand is een stuk groter. Hi. Oh, er komen twee microfoons, Pascal. Ja. Hey, deels waar. Hè. Dat komt omdat de brandweer die houdt het advies aan van het Instituut Fysieke Veiligheid. En die hebben inderdaad een advies geschreven van, joh, als ik nou nu
elektrische auto wil opladen in mijn parkeergarage. Wat moet ik daarvoor doen? Ik hoor net al sprinklerinstallatie. Nou, dat is in bestaande bouw al bijna niet mogelijk om dat nog in te bouwen. Waarom willen we dan een sprinklerinstallatie? Het is niet om die auto te blussen, maar het is om overslag te voorkomen naar de auto's die daarnaast staan. Ja, dus je wilt beperkt houden tot die ene auto. Voordat zo'n battery pack ook echt daadwerkelijk in de brand staat, is er echt wel wat aan de hand. Dan is er schade geweest of dan is er iets met die auto aan de hand. En we hebben hier van de week ook in een ronde tafel gesprek gezeten. Is dit onderwerp ook naar voren gekomen? En dan kwam eigenlijk naar voren van, joh, op het moment dat een auto schade heeft gehad, laat hem op tijd checken. Zorg dat de installatie gebeurt door deskundige mensen. Wat komen we nu tegen als wij worden gevraagd om een gebouw te checken? Is dat mensen met verlengsnoertjes werken? Ja, omdat de voorzieningen er gewoon niet zijn. Ja, in mijn opzicht wordt het daar alleen maar onveiliger van. En wat dat betreft ben ik het ook helemaal eens met die meneer die zegt van, joh, ik wil het centraal regelen. Als VVE wil ik regelen dat het door een erkend bedrijf op een veilige manier is geïnstalleerd. En ja, het is lastig om zo'n auto te blussen op het moment dat de battery pack meedoet. Hè. Die lithiumbatterijen die moeten inderdaad zoveel uren of zoveel dagen zelfs ondergedompeld worden. In elke veiligheidsregio staan ook van die waterwagens klaar waar zo'n auto in ondergedompeld kan worden. Dus heeft het IFV ook gezegd, ja, als het even kan, laat ze buiten op. En anders liefst zo dicht bij de uitgang, dat als we ze eruit moeten halen, dat we ze zo snel mogelijk buiten hebben. Dat is puur een advies. Ja, want als zo'n auto in de garage staat, krijg je ze ook niet zo makkelijk in die bak natuurlijk met water. Nee, dat klopt. Op het moment dat dat in de brand staat, maar daarom kom ik weer terug bij mijn opmerking van eerder. Zorg ervoor dat je er veel eerder bij bent. Zo'n auto staat niet in één keer in de brand. En de brandweer heeft nou eenmaal de verplichting om binnen 8 minuten te plaatsen te zijn. Dus als er iets brandt en je hebt daar vroegtijdige alarmering bij en je bent er op tijd bij, dan kan je echt nog wel wat uithalen. Op het moment dat we pas na 3 kwartier erachter komen dat een auto in de brand staat, dan is er al zoveel schade en kapot. En dan wordt het inderdaad een hele lastige klus. Hittedetectie. Bijvoorbeeld. We hebben het er eerder over gehad. Ja. Ja. Ik heb alleen het gevoel, als ik het allemaal zo hoor, ik weet niet of ik nou verder ben. Weet je wat mist? Ik weet het niet meer. Nu niet meer dan dat hij, van deze beide heren, deze discussie, mag ik dan even 2 dingetjes over zeggen? Eigenlijk 3. CE-rapport is opgesteld naar aanleiding van het feit dat het IFV inderdaad een advies heeft geschreven. Niet geheel ontoevallig. 1 dag nadat de eerste kassa-uitzending was geweest, werd dat advies aan jullie gegeven als brandweer Nederland. In dat advies stonden een heleboel dingen waarvan onder andere de werkgroep die CE de opdracht heeft gegeven om het nader te onderzoeken, direct al zei van, ja, maar dit klopt gewoon niet. Hier staan gewoon dingen in die niet kloppen met hoe het technisch is. Hè. Bijvoorbeeld een verkeerde oplader gebruiken, dat kan helemaal niet. Want een oplader is vast in een auto gemonteerd. Hè. En een oplaadpunt is niks anders dan een intelligent stopcontact. Dat kan je niet verkeerd doen. Dat is wel de oorzaak van heel veel branden bij elektrische fietsen, waar we het misschien ook wel over gehad hebben deze week. Hè, maar wat in feite een veel hoger risico is. Beschadiging aan de accu. Op het moment dat de accu zodanig beschadigd is dat dat een risico heeft, dan zorgt het batterijmanagementsysteem in een elektrische auto, een batterijmanagementsysteem dat niet in zo'n telefoon zit, niet in een laptop, niet in een elektrische fiets, ervoor dat de hoogvoltaccu wordt afgeschakeld. Dus een auto die beschadigd is op een drempel, omdat iemand, weet ik veel, omdat hij zijn rijbewijs eigenlijk niet had moeten hebben, te snel over die drempel is gereden en de accu heeft beschadigd, die auto stopt. Die kan geen meter meer rijden. Hè? Dus de kans dat je met een beschadigde accu in een parkeergarage parkeert, is nagenoeg nieuw. Dat je hem in de parkeergarage nog beschadigt, dan moet je wel echt heel erg zonder rijbewijs. Maar ik ben ook zeker geen tegenstander. Maar het gaat mij niet om de tegenstand. Het gaat mij. Jij haalde het IFV-rapport aan. En de buurman hier gaf netjes aan wat hij had gelezen als conclusie van dat rapport wat CE Delft heb op zee. Ik heb een tijdje lang in die werkgroep gezeten waar ook het IFV in zat. Hè. En het IFV die zei gewoon continu van, ja, dat zijn jullie meningen. Nee, dat zijn niet onze meningen. Dit zijn wetenschappelijke rapporten. En uiteindelijk heeft die werkgroep onder leiding van het ministerie van Ondernemen Nederland. RVO. Ja, RVO. Hè, die werkgroep van het RVO zei, weet je, we maken geld vrij. We laten CE Delft de onderzoek doen. Diezelfde werkgroep heeft trouwens ook gezegd, we maken geld vrij, we laten de brand in Alkmaar
Hè, waar een elektrische auto en een benzineauto naast elkaar stonden, beide afgebrand zijn. Laten we onderzoeken. Wij hebben onderzoeksvragen gesteld. Heeft de brandweer niet beantwoord of het IFV wou ze niet beantwoorden? Ik weet het niet. Dus er is ook een zekere mate van hoge drempel om bijvoorbeeld zo'n instantie als het IFV, en ik snap dat wel vanuit hun politieke taak, zeg maar. En een politieke taak, dat zeg ik misschien zelfs nog verkeerd. Vanuit hun taak dat zij ervoor moeten zorgen dat de maatschappij zo veilig mogelijk is. Ja, he, dus waarom zouden zij risico's die ze veronderstellen wegstrepen op het moment dat er een andere mening is? Ja, weet je, dat is gewoon een hele lastige. Dus ik snap. Ja, we moeten afronden. Ja, jij krijgt nog 10 seconden. 10 seconden en opmerking. Tijd gaat nu in. Weet je wat hier mist, Kees? En daar draagt dit wel aan bij. Goede informatie. Nou ja, ik schrijf net op. Want volledig, dat is waar het over gaat. Een objectieve, beeld, juist. Gevalideerde informatie. En daarvoor mogen we, denk ik, daar moeten we naar de markt kijken. 10 seconden zijn bijna om. Maar zeker ook naar de overheid. Als zij met een tempo waarin ze dat nu willen doen, zo'n notificatieregeling willen implementeren. Ja, nou ja, het is. Ik moet echt gaan afronden, gelet op de tijd. We komen nog 4 andere tafels. Maar die heb ik genoteerd. Die objectieve informatie, gevalideerd, liefst van de overheid. Ik heb toch ook genoteerd wat hier de sentimenten rondom de notificatieregeling zelf zijn. En de regierol van de VVE. Misschien moeten we die notificatieregeling nog eens een keer tegen het licht aanhouden. Veel meer vanuit de regierol van de VVE. In plaats van zeg maar bottom-up. We moeten meer naar een top-down benadering, denk ik, in dit dossier. Ja, en we staan niet alleen. De Vereniging van Elektrische Rijders, die hebben nu een presentatie met een aantal andere landen om ons heen. Waar ook allerlei soort notificatieregels zijn. En ik zie daar geen tafelgesprekken zoals dit. En ik zie daar geen paniek. En het lijkt alsof de paniek echt lokaal door kassa is veroorzaakt. Toch wel even dan. Ja, jongens, dat is het. Dan gaan we regie 1, 2 en dan stop ik even. Het allerlaatste, bij een van die punten die aandacht vragen, is dus die integrale brandveiligheid van parkeergarages. Los van die elektrische auto. Kijk dan ook even, en dat zou ik ook graag van de kijkers en luisteraars willen horen. Hoeveel van onze parkeergarages worden gecertificeerd, jaarlijks gecertificeerd? Wat volgens mij vanaf 2015... jaarlijks zou moeten gebeuren. Boven de 1000 vierkante meter? Ja, moet jaarlijks gebeuren. Volgens mij gebeurt dat bijna nergens. En er wordt ook niet op gehandhaafd. Dus mensen weten het vaak ook niet. Het tweede punt is, wat ik wilde zeggen, is dat die snelle detectie waar we het over gehad hebben, is prachtig. Maar kijk dan ook eens nog eens heel goed naar hoe dat signaal wordt opgepakt. Ik hoor ook in een beveiligingsspecialist van Incassa zeggen, dat signaal wordt teruggekoppeld naar de beheerder. Volgens mij moet dat juist naar de mensen binnen het gebouw gaan. Daar win je tijd mee. Het moet veel sneller gaan. Dus daar ben je tijd mee. Dat was de man van Equens hier aan tafel zat. Hè. Dat stuk, dat moeten zij echt nog goed ontwikkelen. Ja, dat, dus de, hoe, ja maar ook de opvolging. Daar. Ja, dat bedoel ik. Ja. Danny, je hebt het laatste woord, jongen. De afbrander. Ja, of de... Oké. Dat is niet heel positief. Nee, ik wil eigenlijk positief afsluiten. Ik zie ook veel VVE's waar het wel lukt. Die wel het besluit nemen van oké, we willen de regie houden en wij kiezen een centraal systeem met elkaar. Dus het is niet alleen maar deze discussie gelukkig. Nee, dat is goed om te horen. En ook dat je dat vanuit de praktijk kunt bevestigen. Maar in die gevallen, daar heeft dus de VVE iets opgepakt. En dat is eigenlijk ook een beetje de conclusie die we trekken. Hè. Als het de VVE er zelf mee komt met goede informatie. En misschien ook wel met goede subsidieregelingen. Want nu heb je een subsidie op een advies. Maar je kunt daar toch nog eens beter over nadenken als overheid. En je wil graag 300.000 laadpunten in parkeergarage van VVE's in 2030. Dan zul je misschien wel in beweging moeten komen. Kijk, wel het proces van verduurzamen. Ja. Mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage aan deze tafel. Ja, uitgesproken zijn we niet, hè? Maar dat is over dit onderwerp. Dus ik stel voor dat we dat... Als dit een succes is, en dit bedoel ik dan VVE-café, dan gaan we dat gewoon iedere 3 maanden doen of zo. En dan hebben we meer tijd om te praten. Okay. Dan pakken we gewoon 1 onderwerp en dan gaan we daar 2,5 uur over praten. Totdat jullie echt niet meer weten wat je moet zeggen. En de mensen echt thuis zijn afgaan. Ja. Dankjewel allemaal. Tot die uitdaging nemen we graag aan. Dankjewel.